Oké. Hallo iedereen. Dit is op aanvraag van een persoonlijke vriend die dit spel graag zou spelen, maar eerst de review van het spel zou zien. En ik wil alleen maar zeggen, laten we eraan beginnen. Dus eerst en vooral, dit is World of Tanks. Je ziet tanks. Volgens mij ziet u dat ook. Mijn persoonlijke favoriet is, zoals je ziet, deze, Churchill 3. Je hebt natuurlijk ook andere, zoals ik ga nu mijn Tech 3 erbij nemen. Voor de Engelsen is dat in het begin de T1, dan ga je naar de artillerie sectie op. Dan gaat je naar de T57. Dan de M7 Priest, M37, M41 HMC. En zo kan je wel doorgaan met de artilleries. De artilleries hebben in-game een driehoekje als kenteken, dus daaraan kan je ze herkennen. Van de light tanks heb je daar dan weer een ruitvakje aan. Die hebben dan een onderverdeling in een gestreept ruitvakje. Dat zijn dan medium tanks. En gestreepte driehoeken die scheef staan. Rechthoeken, vierkantjes die scheef staan, zijn dan weer heavy tanks, zoals je hier beneden ziet. Heavy tanks, zoals je hier ziet, een vierkantje gestreept met een houdend dingetje er rond, zijn elite heavy tanks. En dat heb je evenals met de light tanks, en de artilleries, en de mediums, en de anti-tanks. Dat heb ik nog vergeten, mijn excuses. Daar heb je dan ook weer andere landen in. Zoals je ziet ben ik hier met de Engelsen bezig. Met de Valentine AT en de Cruiser 3. Ik ben nu bezig met eigenlijk de Russen. Waar staat hij hier? Oh, hier. Met de Russen voor de SU-85. Prachtige tank. Maar één nadeel. Zwak van achter. Maar een hele goede tank. Omdat hij veel hit. One shot, one kill. Hier heb je dan weer de premium accounts. Voor één dag betaal je 250 gold. Maar gold moet je dan terug op de internetsite van World of Tanks. Wargaming.net. www.wargaming.net is de website van World of Tanks. Dus daar moet je dan dat gold kopen. Maar gold kost geld. En geld kost werk. Dus voor 24.000 gold kan je nogal lang, bijvoorbeeld een jaar, kan je dan spelen. Voor niets. Het spel is free to play. Maar het is natuurlijk leuker als je met meer kan spelen. Dus ik zal er dan maar eens aan beginnen. Laten we starten. Ik zal een match spelen met mijn SU-85B. Ik waarschuw je, ik ben niet goed. Ik ben ook net gestart. Zoals je ziet, ik heb maar tier 4. Mijn hoogste tier is tier 5. Dat heb ik nog in geen dag gedaan. Deze tier 10's zijn niet van mij. Dat is gewoon een evenement. Waarmee ik me wel rot amuseer eigenlijk. Ik moet je echt wel zeggen, het zijn goede tanks. Dus hoeveel XP's moet ik hier nu nog hebben? 3081 XP's. Oké, dus we gaan beginnen. So far so good. Laten we starten. Oh, en het is Ellenberg. Ik speel deze match niet graag, echt. Maar later. Dus, oké. We gaan van start. Natuurlijk moet ik langer laden omdat mijn OBS-systeem
nogal redelijk zwaar werkt op mijn computer. Maar zoals je ziet, als ik erin kom, is de battle net gestart. Ik ga natuurlijk... Oh kijk, mijn opvolger. Ik ga mee met hem, man. Ik hou van die tank, ik wil die ook. Die moet ik gewoon hebben. Man. I love that tank. Even mijn geluid dimmen, want het is nogal redelijk hard als je wil OBS doen met een ambetant geluid van WOT. Dus ik zet het helemaal stil. Dus ja, ik heb werkelijk dat spel leren spelen door mijn broers. Mijn broers hebben tier 8, mijn ene broer heeft een tier 10. Maar daar vind ik niks aan, want eens je tier 10 hebt, is het niet meer leuk. Zoals je ziet, ik zie ze graag op huizen. Ik verraad me dan een beetje. Dus... Oké, laten we gaan dan. Zoals je ziet... De matches zijn nogal redelijk goed uitgewerkt. Wargaming heeft echt zijn werk gemaakt van het spel. Ze hebben ook nog andere games zoals World of Warplanes, World of Warships. Maar die games zijn lang niet zo goed als World of Tanks. Dus we zijn aan het winnen op deze moment. Ik ben aan het zoeken achter die SU-85B. SU-85, mijn excuses. Dus... Oké. Ze staan hier eigenlijk... Zoals je ziet, die T1 Heavy is een heavy tank, vanzelfsprekend. Dus... Laten we proberen die kerel te killen. Ik ben aan het kijken om een uitweg te vinden voor hem extra te killen in de achterkant. Maar ik denk niet dat ik dat vind. Omdat die kerel rijdt weg van mij. Ik versta het niet. Oh shit. Ik ben geneukt. Ik ben gewoon geneukt. Zie je? Ik ben eraan. Zoals je ziet. Niet geestig aan eigenlijk. Dus, ja, zoals je ziet, niets geestig aan eigenlijk. Je hebt ook fucking purchase slots. Daarmee kan je allemaal tanks kopen dat je eigenlijk kan research hebben. Bijvoorbeeld, je kan ook tanks kopen met gold, maar dat is dan weer niet geestig. Omdat je dan niet echt natuurlijk hebt gespeeld. Dus, even kijken, mijn clan is niet online. Dat is raar. Dat is echt wel raar. Nu, dat is een goede vriend van mij. Maar die is niet meer zo goed sinds hij een lief heeft. Hij is iets beter dan mij. Mijn maximum destroyed per battle, dat zijn 4 tanks. Van hem waren het er 7, maar mijn broer is eigenlijk dan nog beter. Want hij heeft een T18. Een T18 full upgrade, zoals je bij deze... Wat, ik zoek het op de tech tree, dus beter... Zoals je hier ziet, hier, deze. Als je al de upgrades hebt, zoals ik hier eigenlijk bijna heb. Alleen de kanon van T4 en de motor van T4. Dan is hij perfect, dan rijdt hij rap, dan is het one shot, one kill en het is gedaan. Zo maakt hij kills. Dus, deze tank vind ik ook wel nog wat hebben. Maar... Is niet echt leuks aan, omdat het is van een evenement. En, ja. Evenementtanks zijn meestal saai. Zoals je ziet heb ik verloren. Zoals ik wel meestal doe. Ik heb nog een lange weg te gaan voordat ik dat konon heb. Man. Maar ik zou van het weekend
Eens goed doorboosten met mijn broers. En kijken wat het heeft. Ook heb je hier je commanders. Die kan je verwisselen met anderen. Maar dat doe je best niet. Dat laat je gewoon best staan. Dat is dan weer een gunner voor de light tank. En dit is een anti-tank. Light tank MS1. Mijn dingen zijn echt niet goed. Maar ik koop ook alleen maar, zoals je hier ziet. Ik koop even de thee. Zoals je hier ziet, kun je... Regiment School Academies kopen. Zoals de Rapid Course. Dat is wat ik nu heb. Daarvoor moet je niks betalen. Maar als je deze wil hebben, moet je alweer 400 gold betalen. Maar dan heb je wel de beste crew. Als je deze koopt, heb je de gemiddelde tank crew. Maar dat doe ik niet, omdat dat kost gewoon veel te veel geld. En zo gaat mijn geld veel te veel naar beneden. Dus, Emmy, ik hoop dat je genoten hebt van de film. Ik hoop dat je het spel echt speelt. Als je het speelt, moet je naar de Amerikaanse server gaan. En gewoon downloaden. Het duurt lang, maar het is de moeite. Dank wel voor het kijken. En als je meer wilt zien van mij, abonneer. Of subscribe. Thanks for watching. Bye.